directeur van kwekerij Dijkendijk. Wij zijn gespecialiseerd in de teelt van hortensia, met name kamerhortensia, maar eigenlijk doen we alles van veredeling, opkweek, stekproductie zelf ook nog. Maar kamerplanten, dat is bij ons de hoofdmoot. Bij ons is het systeem eigenlijk zo, vlak voordat de planten bloeien, hè, dus als ze kleur beginnen te tonen, dan brengen we alle planten van de diverse opkweeklocaties naar één afdeling toe. Mm-hmm. Dat is onze weekbuffer. En in het verleden gingen we uit die weekbuffer orde pikken. Dus er liepen een aantal teams heen en weer, een aantal 6 planten blauw, 12 planten roos, 24 rood. Ja, kriskras orde te pikken. En op een gegeven moment liepen we een beetje tegenaan dat we elkaar in de weg gingen lopen in die afdeling. Want de orders die werden kleiner, er kwamen meer handelingen aan door middel van stickers, etiketjes, potjes, noem het maar op. Dus ja, de normering die ging naar beneden. Dus daar moest iets voor komen. We zijn een aantal jaren bezig geweest ook met WPS om te kijken hoe kunnen we het oplossen. En uiteindelijk hebben we het ei kunnen leggen met elkaar. En nou ja, dat is ook gelukt zo, uiteindelijk zoals we het bedacht hebben. Alles is nu in controle. Vanuit die weekbuffer die we nog steeds hebben, vullen we een deeldagbuffer. Dat is eigenlijk het WPS ordersysteem. En daarbij wordt eigenlijk het proces zoals die in het verleden was in stukjes geknipt. Mm-hmm. Eén iemand die pikt de plant uit de weekbuffer, waardoor die deeldagbuffer gevuld wordt. Het schoonmaakproces, dat is een aparte stap in het systeem. En het inpakproces is gescheiden. En daarnaast zijn alle loopafstanden verdwenen. Dat heeft eigenlijk geresulteerd in een verdubbeling of een halvering, verdubbeling van de norm. Dus een forse besparing op arbeid. Daarnaast zijn we ook veel meer in controle gekomen. Omdat we dingen nu sneller kunnen doen dan in het verleden. Nee. Dus de dagen, we kunnen later beginnen, we kunnen eerder stoppen. Het past eigenlijk precies in de dag. En in het verleden moesten we wel eens op maandag extra vroeg starten en extra lang doorgaan. En in de huidige arbeidsproblematiek... zijn dingen die steeds lastiger in te vullen zijn. We hebben voor WPS afleveringssysteem gekozen omdat het naar ons idee de marktleider was in dit soort systemen. Systemen zijn goed uitgetest in het verleden. Dus dat biedt toch een enige zekerheid wat ons betreft ook qua leverancier. Een betrouwbare leverancier die al jaren ervaring heeft.